Het is vrijdag 17 november, de dag waarop de Oranje Dames in Nieuw-Zeeland hun openingsduel speelden van de HWL Finals. Hier vanuit het Bondsbureau in Utrecht gaan we de komende anderhalve week de prestaties van de Oranje Dames onder de loep nemen. In shoot, laten we beginnen. We blikken in deze uitzending uitgebreid terug op de openingsduel van de Oranje Dames tegen Nieuw-Zeeland, het gastland. Aanwezig Kim, onze vaste analist. Ja. Tijdens het EK zaten wij in het Wagnerstadion. Nu in deze setting, hoe zit je Kim? Vind je het mooi? Ik zit helemaal goed. Het straalt ook sport uit en het is hier wat warmer. We hadden het best wel koud daar. Het was daar koud, zeker die eerste dagen. Ja. Het was veel regen toen. We hebben toen veel regen gehad, veel wind. Geen last van wind hier, dus we kunnen gewoon beginnen. Laten we ook gewoon beginnen direct meteen met het kijken naar de hoogtepunten van vanmorgen. Oranje speelde tegen Nieuw-Zeeland om 8 uur Nederlandse tijd. En dit zijn de hoogtepunten. Kim, een prachtige 4-0 overwinning vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Ja. We weten, in juni hebben de Oranje Dames ook al tegen Nieuw-Zeeland gespeeld. Toen een hele lastige 1-1 wedstrijd. Uiteindelijk met shootouts wonnen de Oranje Dames. Ja. Nu ja, 4-0. Is dit een perfecte start? Ja, ik denk een heerlijke start. Een goed voorbereidingstoernooi hebben ze gehad in Australië. Ja, en als je dan toch wel zo overtuigend wint in je eerste wedstrijd, dat moet gewoon heel veel vertrouwen geven. En een lekker gevoel om zo te starten en die lijn ook door te trekken richting de kwartfinales. Ja, het eerste kwart, het begin. Het leek alsof de Oranje Dames toch een beetje in de achteruit moesten. Nieuw-Zeeland zat er bovenop. Ja. En dan toch richting het einde van het eerste kwart de wedstrijd kantelde. En, Ja, ik denk dat Nieuw-Zeeland met heel veel vertrouwen aan deze wedstrijd begon voor eigen publiek. Natuurlijk een goed resultaat gehaald in de HWL hiervoor. Dus ik denk echt dat ze dachten, wij gaan van Nederland winnen. Nou, en dan schitterend, volgens mij was het Pien Sanders die echt een waanzinnige bal paast op Kelly. En die een prachtige goal. En dat geeft ook een lekker gevoel. En dan valt al vrij snel die 2-0. Ja, dan zit je gewoon eigenlijk gewoon goed om de wedstrijd goed uit te spelen. Heel knap, hè? Want eigenlijk geen kans gehad. Kelly Jonker, we zagen in Australië al in het voorbereidingstoernooi, was ze in vorm. Ja. Ja, hoe lekker is dat voor jou? Jij weet daar natuurlijk alles van om als spits direct in de eerste wedstrijd, eerste kans, bam, goal. Hoe lekker is dat? Ja, een spits heeft goal nodig, hè? ik liet me daar altijd niet heel veel gek door maken, maar toch is het wel heel lekker als het gebeurt. En ze heeft veel vertrouwen kunnen halen uit de prestaties in Australië. Knap, natuurlijk een schouderblessure gehad weer en Kelly is gewoon weer helemaal terug. En dat je dan 2 keer scoort in de eerste wedstrijd is heerlijk. Dat is lekker voor een spits. Ja. Onze verslaggever Merel is in Nieuw-Zeeland en sprak na afloop van de wedstrijd ook met Kelly. Dus laten we er even naar kijken.
Ik denk dat we in het begin wel heel erg moeite hadden met Nieuw-Zeeland. Ik vond dat ze erg sterk begonnen en wij misschien een beetje nerveus of misschien nog een beetje moesten wennen. Maar dan was het wel lekker dat die goal viel, want ik denk dat we toen een beetje ontspanning kregen. En eigenlijk zijn we vanaf daar elke kwart gewoon beter gaan hockeyen en we hebben het heel goed uitgespeeld. Ja, Nieuw-Zeeland begon inderdaad sterk, maar eigenlijk brak jij de wedstrijd open door het eerste doelpunt te maken. En toen veranderde het spel wat helemaal. Je maakte ook nog de vierde, dus je hebt 2 keer gescoord. Net als in Australië lijkt je echt wel in vorm te zijn, of niet? Nou ja, de goals gaan wel lekker. Dus dat is wel fijn. Het is van spits toch altijd wel lekker als je een goaltje erin prikt. Maar ja, ik krijg ook echt gewoon goede ballen. Dat is vooral, die voorzet van Malou was ook gewoon onwijs goed en strak. Ja, dan hoef ik niet heel veel meer te doen dan die bal erin te tikken. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En we weten elkaar gewoon goed te vinden. Dat was de reactie van Kelly na afloop. Jij bracht eigenlijk dit aan als een mooi moment, die paas van Pien. Leuk, maar ik wil ook een moment aanhalen. Als ik zeg 5 juni 2014, wat zeg jij dan? Nederland-Nieuw-Zeeland, ja. Op het WK, volgens mij was dat de tweede wedstrijd in de pool. Derde wedstrijd in de pool. Ja. Een prachtige goal. Ja, ik wil het moment nu toch ook weer tegen Nieuw-Zeeland vorige. Ik wil het gewoon aanhalen. Het was een wereldgoal, hè, die jij toen maakte. Ja. Hoe kijk jij terug op die goal? Ja, ik was een beetje ongelukkig in de eerste wedstrijd. En ook die tweede wedstrijd. En dan is het toch. Ik had gewoon een goal nodig. En ik wist natuurlijk ook, mijn laatste toernooi voor eigen publiek. Ik had een goal nodig. Ja, en dat hij er zo in ging was natuurlijk wel heel lekker. En toen was ik los. Ja, vanaf toen. In de poolwedstrijd tegen Australië volgens mij gescoord. 2 keer in de halve finale. Ja. Ja, dus ik had een goal nodig en dat hij ook nog zo viel, dat was dat gaf zo'n kick. Ja, zo gaaf. Maar hoe vaak, ik vind het misschien wel een van de mooiste goals ooit gescoord op een hockeyveld. Hè. Eerste paal gaat hij erin, onder de kruising gaat hij ook nog, je speelt hem door je benen heen. Ja, hoe vaak heb jij dat moment nog teruggekeken? Heb je dat zelf vaak teruggezien ook? Ik geef veel prestaties, daar laat ik hem altijd zien. Ja. En ik zie hem ook best wel veel, komt hij nog voorbij op bijvoorbeeld op Instagram, waarin mensen me dan taggen dat ik hem weer zie. Ja. Het is altijd leuk. Het achtervolgt je, maar wel een mooie achtervolging. Ja, tuurlijk. Ja, goed. Ik een beetje geluk, maar ook wel, ik doe het wel heel bewust en dat is gewoon mooi. Dus hij gaat er fantastisch in. Ja. Supermooi. Hey, onze verslaggeefster Merel, we hoorden haar net al in het interview met Kelly. Zij is in Nieuw-Zeeland. Zij was gisteren al even op pad in het stadion om een beetje onze idee te geven van waar spelen onze internationals nou? Waar speelt Oranje? Ja. Dus ze heeft daar een soort van vlog van gemaakt. De Reporters Vlog, een nieuw onderdeel in Shoot. Dus laten we er even naar gaan kijken. We zijn er. We staan nu in het mediacenter. Daar worden we hartelijk welkom geheten door... Dit bordje, Kia Ora. Daar spreek ik niet heel veel Maori, maar dat betekent welkom. Wordt er getraind al? En dat zijn de Zuid-Koreaanse dames, als ik me niet vergis. Ik weet niet zo goed waarvoor het is, maar het is wel leuk. Er wordt nu van alles getest en momenteel zijn ze het Nederlandse volkslied aan het oefenen. Misschien hoor je het wel op de achtergrond. En de ballen, meisjes en jongens fungeren even als het Nederlands elftal. Ze wapperen met de verkeerde vlaggen, maar dat geeft niet. Ik ben er in ieder geval klaar voor. En ik ben benieuwd of de dames dat ook zijn. Nou ja, prachtige beelden van Merel. Hè. We zagen het stadion. Het viel mij op vanmorgen trouwens ook. Het is vol, hè? Ja, super gezocht. Ja. Ja, mooi. 3000 man geloof ik dat. 3000 man dacht ik, ja. Ja, nou, dus, dat is goed. In ieder geval als Nieuw-Zeeland speelt dat het vol zit. En ik hoop dat de mensen ook nog vaker naar de wedstrijd gaan kijken. Hey, de eerste uitzending van deze shoot. Hè. Het is ook echt het moment om eigenlijk even de selectie van Allison en hen, de bondscoach, erbij te pakken. Zaten daar eigenlijk al voor jou, al toen zij 3,5 week geleden die selectie bekend maakte, zaten daar toen voor jou misschien namen in dat je dacht van hey, dat viel me op, hè, had ik niet verwacht. Of hoe kijk jij naar de selectie? Nou, ik denk dat het. Ik was niet heel verrast, laat ik het zo zeggen. Maria Verschoor die buiten selectie valt. Die vond ik persoonlijk niet een supersterk EK spelen. En dat is voor Maria heel vervelend. En ik hoop dat ze met de stik gaat spreken en zich terugknokt.
En verder had ik misschien wel een keer, maar goed, ik ben natuurlijk een beetje subjectief. En Lisanne de Lange het gegund. Om direct in de selectie opgenomen te worden? Ja, gewoon ook een keer een kans te krijgen. En weet je, in deze fase kan je sowieso veel roleren nog. Speelsers die wel HWL gespeeld hebben en geen EK gespeeld hebben. En daarin dus eigenlijk verder ook niet heel veel verrassingen. Ik vind de jonge meiden het super goed doen. Dus Pien Sanders ben ik echt een grote fan van. Laura Nuning vind ik het hartstikke goed doen. Matlaas was natuurlijk vandaag weer ook met een goal voorin. Precies, nou, allemaal fantastische hockeysters. En die moeten ook een plekje nog gaan vinden. En dat gaat in het begin gaat het met pieken en met dalen. En soms dan zijn ze briljant en maken ze heel veel doelpunten. En soms dan is dat even wat minder. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja, hoort er een beetje bij. Hey, Maria in eerste instantie 3,5 weken geleden niet in de selectie. Zij zit nu toch wel in het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland toe. Om wel weer onderdeel te gaan zijn van die selectie. Een beetje een bijzonder verhaal. Hè? Eva de Groene was natuurlijk, raakte geblesseerd in Australië. Werd vervangen door Lisanne de Lange. En gisteren kwam dan het bericht van Lisanne wordt weer vervangen door Maria. Ja, hoe kijk jij naar dat verhaal? Hè? Wat vind jij daarvan? Nou, allereerst vind ik het ontzettend heftig en sneu voor Lisanne. Want ik denk dat, allereerst sneu voor Eva dat het nu niet door kan gaan na een jaar afwezigheid. Mag Lisanne naar naartoe vliegen en blijkt dat ze vanuit een scan is gebleken dat met haar hart wellicht iets misschien aan de hand zou zijn. Nou, het is wel vaker bij dat soort testen dat iets uitkomt wat niet meteen heel schadelijk hoeft te zijn. Maar ja, ik snap ook met het verhaal van zo'n Nouri dat je daar geen enkel risico aan wil nemen. Nee. Ja, ik had misschien wat handiger gevonden als dat allemaal nog in Nederland had plaatsgevonden. Want de scan, hè, de tweede scan. Want 3 november had ze de eerste scan gehad. Ja. Daarvan zeiden ze van, er moet wel een scan nog volgen om dingen uit te sluiten, om te kijken hoe het nou zit. Ja. En nu zagen ze van, we kunnen nog niet zeggen dat er echt iets is, maar we willen geen risico nemen. Nee, precies. Ja, en doordat dit nu wel gebeurt, is gewoon een stuk onrust. En ook dat er misschien rare berichten in de media verschijnen wat niet leuk is voor Lisanne. Want misschien is er iets echt, ik heb het vaker meegemaakt dat er wel een ruisje was, een dingetje was, wat uiteindelijk niks was. Bij jezelf? Nee, niet bij mezelf, maar wel bij teamgenoten. Ja. En dat is gewoon vervelend. En ook dat zij daarheen is gevlogen, allemaal last minute. En daar vervolgens een slecht bericht krijgt en weer terug kan. Het is ze had gewoon niet moeten gaan, dat zou mijn... Nou goed, voor Maria mooi nieuws. Hè. Zij kan gaan spelen. Zij kan laten zien dat zij toch daar ook gewoon in hoort, hè, in Oranje. De eerste wedstrijd, de kop is er af. 4-0 overwinning. Perfecte start dan, concluderend. Absoluut. Ja, morgen duel 2. Dan de Verenigde Staten. Ook om 8 uur. Wordt ook weer uitgezonden op Ziggo morgenochtend. Morgen is die tweede wedstrijd in de groep. Maandag wacht dan de laatste wedstrijd tegen Zuid-Korea. Krijgt Oranje het nog echt moeilijk in de poolfase? Wat denk jij? Nou, als je afgaat op de uitslagen die er waren in Australië, zou je zeggen van niet. Was ik wel over verbaasd, hoor. Grote uitslagen. Ja, grote uitslagen. En ook 6-1 van Amerika winnen. Dat ik kan me gewoon niet voorstellen. Ja. Maar Nederland doet het goed. Ze stralen zelfvertrouwen uit. Dus het zal me niks verbazen als ze gewoon winnen. En dan wordt het een hele spannende kwartfinale. De starts zijn in ieder geval goed. Hè. We gaan ook uitkijken naar de komende duels. Dit was eigenlijk alweer het einde van aflevering 1 van Shoot, hè, tijdens de HWL. Maandag, heel leuk. Maandag zijn we terug met aflevering 2. Dan is Maartje Pauwme te gast. Heel leuk. Haar boek komt volgende week uit. Dus geen mooier moment om Maartje hier ook even aan tafel te hebben. Jij bent er volgende week zaterdag weer. Hè? Ja. Dan gaan we hopelijk vooruitblikken op die eventuele wel finale. We mogen niet te ver op vooruit lopen, maar dat zou mooi zijn. Ja. Kijk onwijs naar uit om je dan weer te zien. We hebben elke aflevering van Shoot sluiten we deze serie af met een battle. De internationals hebben op Papendal hebben ze onwijs met elkaar gestreden tegen elkaar. Dus we hebben een mooie battle klaarstaan tussen Carleen en Eva. Jammer.
Jammer. Jongens, pas op. Ik zie jullie allemaal echt een stap in de achtergrond. Ik ben trouwens. Oh, dat is van die camera af, jongens. Bal 2. Oh nee. Oeh. Die zag niemand.